Dag Peter, een ouderwets avondje NAC bij je terugkeer. Hoe heeft het ervaren? Ja, was natuurlijk speciaal voor mij. Hè. Kijk, als je werkloos bent als trainer, hè, daarom, ja, iedere trainer die werkloos is, dat is niet een mooie tijd. Die eerste 4 weken is mooi, dan kan je lekker uitslapen. Maar dan loop je een beetje rom en weet je ook niet wat je doen moet. En na 5 maanden werkloosheid kom je terug en dan roepen de supporters mijn naam en dat doet natuurlijk wat met mij. Odi, een hattrick, 5-1-overwinning. Mooi avondje NAC. Ja, van tevoren droom hierover en het is heerlijk dat, dat we in ieder geval winnen. Overtuigend en dat je er zelf 3 in legt is alleen maar mooi. Wat vond jij eigenlijk van het spel vandaag? Ja, bij Vlagen zag je de principes die we erin willen krijgen. Dus veel diepgang, veel spelers van ons in de sessie van de tegenstander. Heel offensief, backsie aanvallen, hoog druk zetten. Ik denk dat voldoende was. Kan beter natuurlijk. Maar we hebben pas 5 dagen getraind met de nieuwe trainer. Dus altijd ruimte voor verbetering, maar goed begin. En hoe waren die eerste 5 dagen onder Peter Iballa? We waren intensief. Je moet natuurlijk heel veel stof binnen 4-5 dagen in je hoofd krijgen. Het is verdedigend, afvallend, dat soort dingen. En dat is natuurlijk niet 100% dat iedereen het al in zijn hoofd heeft. Maar ik denk dat voor 70%, 80% wel duidelijk is. En nu komende weken gaan we eraan werken dat het eenmaal in ons systeem komt. Wat vond jij van de wedstrijd? Ja, ik van eerste helft jonger zet beter. Also met creëren met kansen, daar hebben we... Die pressing-moment af en toe maar verslaapt en kwam ook een beetje op de laatste moment. En linke kant van AZ, ons rechte kant, dat was dan was gevaarlijk. Wat ik wel goed vond, tactisch gezien hebben we het veld klein gehouden. Dat was de laatste weken, vond ik bij NAC dat probleem. Oké, dan doen we eigenlijk het nächste doelpunt maar een outside deep situatie die we getraind hebben ook. En dan de tweede helft was echt even goed. Ne? Ook zo direct de 2-0 gemaakt. En dan hebben we even dingen over de vleugels gespeeld. Outside deep gespeeld. Gegenpressing was goed. Langgetig. We hebben echt die crossballen ingegooid. Ne? Niet alleen deze positiespelletjes gedaan. Dat hou ik niet altijd van. Ik wil diep lopen, diep acties hebben. En 5-1, ne? Punt. NAC slaat de weg ook weer omhoog met 5 wedstrijden om te verliezen. Is de weg omhoog geslagen hier in Breda? Ja, ik denk dat we 2023 goed zijn begonnen. We hebben nog geen wedstrijd verloren. Ik denk dat het spel de eerste wedstrijd niet heel best was, maar het resultaat goed. En nu hebben we een goed resultaat met, vond ik, redelijk goed spel. Dus ik kan wel zeggen dat de weg omhoog richting de play-offs goed bezig is. Is er weer goed vertrouwen in de ploeg? Ja, nou, vandaag zeker. Ik denk dat iedereen lekker in zijn vel zit, zeker na zo'n 5-1-overwinning. Iedereen is scherp door de nieuwe trainer en ik merk dat iedereen wel extra pit heeft om nu er echt vol weer voor te gaan. Keep it in the zone.